Welkom bij weer een nieuwe video. En ik heb misschien wel een leuke tip voor je, want er is namelijk een mogelijkheid om Windows 1 op jouw eigen computer af te spelen. En om daar doorheen te klikken en te kijken hoe dat precies werkt. En dat kan je op de volgende manier doen. In ieder geval stap 1 is om VirtualBox te downloaden, Oracle VirtualBox. En als je zoekt op VirtualBox... Dan direct het eerste resultaat is de juiste. Nou, er staat een hele grote knop waarbij je VirtualBox kan downloaden. Kies in dit geval voor Windows Host, mits je natuurlijk een ander systeem draait. Maar in dit geval gaan we even uit van Windows. Nou, het bestand wordt gedownload en opgeslagen. En in principe zou je hierbij gewoon een normale installatieprocedure kunnen doorlopen. Dus je hoeft geen gekke dingen te doen. Je kan eigenlijk gewoon next, next, next klikken. Vervolgens, als je de installatie van VirtualBox doorlopen hebt, kun je zoeken naar VHD Hassel. En in mijn geval is het het bovenste resultaat. En hier heb je dus een klein databaseje met allemaal Windows virtuele machines. Eigenlijk zijn ze al kant en klaar. Nou, klik even de bovenste aan Windows 1. Die kun je simpelweg downloaden. We slaan hem op. Vervolgens vind je de Windows 1 harde schijf in je downloadsmap. Rechtermuisknop. Hier uitpakken, extract hier. En hier vind je dan je harde schijf. Vervolgens open je je Oracle VirtualBox Manager. Je zegt nieuw. Nou, geef hem even het naampje Windows 1. Dan verander ik dit meteen naar de meest oude versie, Windows 3.1. En dat heeft ermee te maken dat dan ook de meest oude instellingen worden toegepast. Dus een laag gebruik aan RAM-geheugen, dat soort zaken. Nou, dit kan eventueel nog lager. Je zou hem op 4 MB kunnen zetten. Volgens mij is dat het laagste ook wat je in VirtualBox in kan stellen. We voegen een harde schijf toe. Add. En in de downloadmap vind je dan de harde schijf. Klik op Choose, Create. En hier staat nu je Windows 1.0. En het voordeel is dus, hij is al voor geïnstalleerd, dus je hoeft eigenlijk niks geks meer te doen. Ik doe gewoon dubbelklik. En daar is mijn Windows 1. En hier hebben we dan Windows 1.0, de allereerste Windows versie van Microsoft uit 1985. Nou, je ziet wat een ontzettend simpele versie van Windows het is. Hè. We hebben hier een bureaublad, noem ik het maar eventjes. Volgens mij kijk je gewoon rechts op je C-schijf eigenlijk. Je zit gewoon direct op je harde schijf. En daar staat alles in wat je kan uitvoeren. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Er zit eigenlijk alles in wat je zou kunnen uitvoeren. Nou, we hebben hier bijvoorbeeld de rekenmachine. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een hele simpele applicatie. Even kijken, we hebben de kalender nog. Dat is ook een complete applicatie waar je dan in ieder geval... Ja, wel een soort van agenda mogelijkheid hebt. Eens kijken of ik eruit kan komen weer.
Het is best wel onwennig als je dit nooit doet, kan ik je vertellen. Nee. Kijk, juist. Nu ben ik er weer uit. Paint. Dat zag er toen zo uit. Er zijn nog opties. Je kan inzoomen zelfs. Patroon kan je toevoegen. Wat is dat dan voor iets? Zeg me niet zo heel erg veel, moet ik zeggen. Oh ja, je kan gewoon met je toets. Met de cursor toetsen kan je blijkbaar een tekening maken. Dat was zo'n gekke optie nog niet in 1985. Want een computermuis, dat was iets heel bijzonders. Dat had niet iedereen. Meer ook omdat juist de komst van Windows. En ook macOS en dat soort besturingssystemen, dat zorgde er juist voor dat de muis een handig gebruiksmiddel werd. Maar de muis, dat had je nog niet daarvoor. Dat kende men niet. Of nauwelijks in ieder geval. Er bestonden wel wat systemen die een muis gebruikten, maar dat was minimaal. Waar ik trouwens net achter kwam toen ik een beetje aan het knutselen was met Windows 1, was dat er een bestand is, win.ini. En dat lijkt wel een beetje op de allereerste versie van het configuratiescherm. Je kan hier wat instellingen aanpassen. Instellingen die ik zelf niet zo heel interessant vind overigens, niet zo heel belangrijk. Net als de dubbelklik speed. Dus hoe lang je de tijd hebt om een dubbelklik uit te voeren. Nou, we hebben hier nog wel wat instellingen. Er is ook heel veel... Oh ja, ik wou zeggen, er is heel veel ook genoteerd van wat is. Hè. Hier staat bijvoorbeeld wat een bepaalde instelling doet. Even kijken. Nou ja. Dit zijn extensies. Oh, dit zijn de bestandsextensies. Dat zijn er natuurlijk ook heel weinig. Als je nu kijkt, volgens mij in het huidige register van Windows zitten er een paar duizend of zo. Hier zijn het er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tel ik goed? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ik wou zeggen, ik twijfel aan mezelf. Ja. Eigenlijk een gek idee. Je had dus het .doc bestand bestond toen al. .txt bestond ook al. Dat werd toen ook gewoon gebruikt. .cal kom ik ook nog wel eens tegen. Wat hebben we hier? De kleuren. Wauw. Achtergrondkleuren en dat soort zaken. Dit zegt mij niet zo heel veel, maar dit lijkt op hoeveel bytes ergens voor gereserveerd zijn. Aan de getallen te zien, maar wat het precies doet, weet ik niet. Poorten. Hier zou je dus je printer kunnen instellen eventueel. Zelfs welke lettertypes er gebruikt worden. En lettergroottes denk ik ook, als ik het zo eens zie. Dit doet me wel weer denken aan CSS trouwens, HTML CSS. Wat toen nog niet bestond. En de apparaten die gekoppeld zijn. Dus het is, nou ja, je zou zeggen dat dit je apparaatbeheer dan is. Wel grappig om te zien dat er toch een soort van configuratiescherm bestond in deze vorm dan. We gaan nu eens eventjes Windows 2 ernaast zetten. Zo, nu hebben we Windows 2 ernaast. Dan gaan we eens eventjes kijken wat de verschillen precies zijn. In ieder geval één belangrijk verschil is dat je vensters hebt. Je kan vensters openen. En dat had je in Windows 1 niet, zoals je hier ziet. Want als ik hier ga kijken, ik open mijn rekenmachine, dan opent die op volledig scherm. Dus dat is een hele belangrijke wijziging, want dat maakte eigenlijk in Windows 2, maakte het multitasken, maakte het mogelijk. Overigens, mijn software om beeld op te nemen en virtuele machines in combinatie met een hele oude Windows versie, daarin doet de muis het niet lekker. Dus ik doe noodgedwongen alles via het toetsenbord. Hoe ziet het configuratiescherm er hier uit? Nou, dat is nogal aardig hetzelfde, maar goed. Tussen Windows 1 en Windows 2 zat volgens mij ook 2 jaar verschil. Ik zal eens even kijken. About. Ja, 1987 en Windows 1 kwam uit 1985 volgens mij. Even kijken.
Ja, 1985. Dus ja, het is niet zo vreemd dat daar dan ook weer niet zo'n heel groot verschil in zit. Ik heb overigens geprobeerd om Windows 3.1 werken te krijgen. Dat lukte me niet. Dus ik ga dadelijk even Windows 95 hiernaast zetten. En dan zie je echt een enorm verschil. En heb je het dus over een tijdsbestek van 10 jaar maar, hè? En toch zo'n verschil in 10 jaar tijd. Ja, als je kijkt naar wat er 10 jaar geleden aan welke Windows-versie er toen uitgebracht was, dat was Windows 7. Windows 8 kwam een jaartje later, in 2012 namelijk. Ja, als je Windows 7 naast Windows 10 legt, dan is het verschil helemaal niet zo super groot meer. Maar als je kijkt Windows 1, 2 vergeleken met Windows 95, wat een verschil. Nou, hier hebben we dus Windows 95. Even kijken of de muis het hier wel doet. Nee, dat gaat niet lekker. Dus doe het toch noodgedwongen met het toetsenbord. Maar is dat ook weer niet zo'n ramp? Maar goed, dit is dus Windows 95. 10 jaar aan ontwikkeling ten opzichte van Windows 1. En we gaan hier eens even het configuratiescherm openen. En dit is natuurlijk al wat herkenbaarder. Dit is een al wat meer volwaardig configuratiescherm waar je programma's kan verwijderen en installeren. Dat kon ook vroeger vanuit het configuratiescherm. Of dat nu kan, zou ik geen eens weten eigenlijk. Ik gebruik de optie in ieder geval nooit. En dit is dan eigenlijk hetzelfde idee, het venster, hetzelfde idee als bij Windows 1 en 2, wat ik nu geopend heb. Je ziet het jaartal, welke Windows-versie het is. De schijfruimte staat hier niet meer bij, wel het RAM-geheugen wat nog, of wat het systeem dan heeft. Even kijken of we nog iets leuks in Windows 95 erbij kunnen pakken. Exchange. Oh, dat is dan blijkbaar. Ik dacht eigenlijk dat het Outlook Express heette, maar dat is later gekomen, denk ik. Dit heet dan Exchange. En dit is een voorbeeldmailtje. Dit is je welkomstmailtje van Microsoft. Nog niet echt een opmaak, hè. Het enige wat er een opmaak eigenlijk in zit, dat is nou ja, een kleurtje aan tekst. En ze hebben dit in het midden gezet. Nog geen afbeeldingen of dat soort zaken. Het is wel grappig om te zien dat ook alleen al een e-mailtje dat het zo veranderd is ten opzichte van een aantal jaren geleden. Voor de wat oudere kijkers onder ons, en met oud bedoel ik dan mensen die in ieder geval Windows 95 of 98 hebben meegemaakt. Dat zullen geen niet per se hoogbejaarde mensen zijn. Maar misschien ken je deze nog. Oh, dit gaat wel heel snel. Ik heb natuurlijk een SSD in mijn computer, dus het gaat te snel om het je te laten zien. Misschien kan ik nog wel in MS-DOS inloggen op deze computer. Moet ik eigenlijk hier weg. Restart in MS-DOS mode. Ik hoop dat die dat doet. Ik zag hier in de gauwigheid een foutmelding. Wat zegt die foutmelding? Ik zet hem wel even. Of ik herstart hem. Heel misschien is dat er nog wel in DOS. En dan wil ik alleen in command prompt, als ik dan zeg defrag. Ah, dat is oké, okay, dat is jammer. Vanaf Windows 95 kan je defrag blijkbaar alleen starten in Windows. In Windows 3.1 kon je nog wel in MS-DOS defrag starten, maar dat kan ik je helaas niet laten zien. Ik hoop je een beetje op weg te hebben geholpen met ja, hoe je oudere Windows-versies op jouw eigen computer kan draaien en hoe je lekker een beetje, nou ja, rond kan klikken en kan kijken naar wat Windows inhield in die tijd. Die kan misschien nog wat leren over de geschiedenis van computers en ICT. En laat mij vooral weten of je hiermee aan de slag bent gegaan en wat je van deze video vond.